zijn op een superleuke plek vandaag. Ja, we zijn bij Get Wet Maritiem. Ja, en we gaan een indoor maritieme training volgen. En ik vind het super spannend. Ja, ik vind het ook wel echt een beetje spannend. Proberen een hele leuke, een hele leerzame dag te geven. Op en in en onder water. Kan je kort vertellen waar we zijn? Ja, bij een speciaal maritiem trainingscentrum. En wat wordt hier allemaal gedaan? Hier worden veiligheidstrainingen gegeven. En wat leer je tijdens zo'n training? Overleven op zee. We gaan nu de hal in waar alle oefeningen gaan plaatsvinden. En we vinden het eigenlijk wel een heel klein beetje super spannend. Oh, die briefing was echt... Oh, uit die auto. Ah, my god. Oké, we gaan nu naar binnen. Carla, doet de deur open. We zijn begonnen met een auto die te water gaat. Ging die auto te water en ik draaide helemaal op de kop ondersteboven en ik wist niet meer waar ik was. Als tweede hebben we een vlottraining gehad. Dus we zaten in een vlot. Er waren drenkelingen, er moest water uitgeschept worden. En iedereen had een taak en dan moet je de drenkeling er dus, dus op trekken. Oh, dat was super spannend, weet je dat nog? Als derde gingen we op een hoog plateau, waar we vanaf moesten springen. Je had touwen om er weer op te klimmen. En dat voelde je in je buik. Oh ja, en wat ook heel leuk was, was een soort net waar je naar beneden doorheen kon glijden. Het leek een soort fuik. Ik dacht dat het een fuik was, maar dat is een fuik. En je had een helikopter. Kon je omhoog worden getakeld. Ja, die was ook heel leuk. Zelf ging kapseizen en dat je het vlot ook weer de goede kant op ging draaien. Dat was best wel pittig. Ja, nou wat ik heel spannend vond was, als hij weer goed gedraaid was, dan moest je er onder door zwemmen. Ja. En dat was best wel pittig, dan zag je echt helemaal niks. Hè? De Zodiac die ging ook ondersteboven. En er was weer een drenkeling. En dat deed ik heel goed. Ja. Ja, dat deed jij heel goed. Dat was echt een goede acteerkunst. Gingen we reanimeren inderdaad. En dat... dan moesten we om de beurt doen. Dat was ja, er was een drenkeling en iemand onder hartslag. En laten ze de GoPro los. Sorry, camera! Wij
wij zijn klaar en ik was op zoek naar Carla, want die was ineens spoorloos verdwenen. En ik heb haar gevonden. Ben je moe, Carla? Ja, dat was echt. Lin, wat vond je van vandaag? Het was superleuk, maar ik ben zo moe. Het was echt een superleuke, toffe dag. Ja. Zo vermoeiend, maar echt zeker de moeite waard. Iedereen, ga naar Maritiem. Get wet, Maritiem. Doei! Doei!